Hallo lieve klantjes. Ik probeer niet te veel uit te zeggen. Dat is echt niet gemakkelijk. Dus vergeef me als ik ui zeg. Dat is een beetje. Ik ga er heel hard in verbeteren. Ik voel dat al. Vandaag is het druilerig weer. Het is zeer druilerig weer en ik geniet er echt van met volle teugen. Ik heb vandaag al heel veel werk verzet voor de webshop. En ik ga zelfs nog wel werken voor mijn trouw. Alleen voor mijn trouw, voor onze trouw. Maar ik wou al lang een filmpje opnemen over Joganda. En de Joganda, ik heb er net een schemaatje van gemaakt. Met alle verschillen van de drie body oils. Want er zijn ook nog rollerballs. En ik wou het simpel houden. Ik ga vandaag de muscle suit bespreken. Omdat dat een verwarmende olie is en omdat ik al heel de dag kou heb, vind ik dat echt een fantastische om dat te bespreken. Kijk maar eens wat een prachtig flesje het is. Heel simpel. De ingrediënten erbij. Hier staat nog een mooie mantra bij. May my body be nourished. En de mantra is Amamaya Dehi. Dehi. Dus hij is echt wel prachtig. Het flesje is ook donkergroen, zoals je kunt zien. En dat is omdat de olie dan beter... de kwaliteit van de olie blijft gewoon beter of langer goed zo. Als je een flesje koopt met een doorzichtig flesje met olie erin, kun je eigenlijk al vanuit gaan dat het een minderwaardige olie is. Hopelijk mag je daar niemand mee kwaad. Het is Joganda. En Joganda staat voor yoga en ganda. En ganda is in het Sanskriet... aromatherapie en Shinnet van uit Ierland, dat is een yogalerares, een schatje eigenlijk. Tuurlijk, hoe kan het ook anders? Zij heeft eigenlijk ontdekt dat yoga in combinatie met aromatherapie superkrachtig is. Zij is dan met haar studenten eigenlijk begonnen om die olietjes zelf te leren maken, maar die studenten hadden zoiets van, mijn kind, ik heb er echt geen goesting in, om nog eens naast mijn yoga ook nog eens olietjes te zitten maken. En dan hebben ze haar echt wel gesmeekt om die te verkopen. En zo is Joganda ontstaan. Er zijn drie body oils en er zijn drie rollerballs. Maar ik ga het dus hebben over de body oil. De body oil, even gewoon los van de muscle suit, is niet alleen een bodyolie om je in te smeren, maar is ook een massageolie. Het is ook een doucheolie en het is ook een parfum of een energetische ondersteuning. Als doucheolie is die zalig, want je smeert je in onder de douche en als je eruit komt, dan zie je allemaal van die pareltjes op je huid staan. En dan kun je die goed inwrijven achteraf. Het voordeel van het in de douche te doen is door het warm water gaat die geur nog meer tot u komen en gaat er echt zo'n aroma douche kunnen nemen. In bad kun je die ook gebruiken, maar dan heb je allemaal meer nodig om datzelfde effect te hebben. En ik gebruik het eigenlijk heel graag in een voetbad, omdat ik het niet graag zomaar in bad kap, om het zo te zeggen. Maar er zijn mensen die dat wel doen. En als energetische ondersteuning is het eigenlijk heel fijn om gewoon een klein mini-druppeltje, ik weet niet of je dat kunt zien, ja, uit te smeren op je pols. En dan je polsen tegen elkaar... En dan gewoon het op te snuiven. Want aromatherapie is eigenlijk een soort... Ja, het is een geneeskunde dat ik zelf heel zwaar heb onderschat al die tijd. Ik dacht, ja, weet je, fijne geur, dat vind ik wel plezant. Maar aromatherapie is veel meer dan dat. Het gaat eigenlijk nu, binnen de 20 seconden zit het in mijn bloedbaan. En binnen de 20 minuten gaat het naar het orgaan waar dat die stoffen nodig zijn. Dus een essentiële olie die dat hierin zit... Die bevatten de plantdelen, die bevatten hele kleine deeltjes van de plant. Die bevatten alle vetoplosbare vitamine bijvoorbeeld. En die gaan rechtstreeks naar daar waar dat ze nodig zijn. Dus dat is ongelooflijk hoe dat werkt. Hier was een uilwereld. Dat was misschien al even geleden, ik weet het niet. Ja, terug. Dus ook als parfum, een klein beetje... Een mini druppeltje. Je hebt echt heel weinig nodig, ziet je het? Even in de nek. En mensen gaan zeggen, jij ruikt zo goed, wat is dat? Zonder dat je een chemisch product op je hebt, of zonder dat je alcohol hebt moeten gebruiken. Want in parfum zit eigenlijk heel veel alcohol. En ik kan daar zelf
heel, heel slecht tegen, nog tegen parfum, om het te ruiken bij mensen. Maar zeker, ik heb gewoon geen parfum in huis. Voilà, en als massageolie is deze super geschikt omdat er vitamine E-olie en amandelolie in zit. En dat gaat heel lang blijven goed uitwrijven. De Relax bijvoorbeeld, nee, de Detox bijvoorbeeld, is helemaal geen goede massageolie. Is perfect om u in te smeren, maar gaat vooral uw huid verstevigen en gaat heel snel ingetrokken zijn. En die Relax is een beetje tussenin, daar kun je mee masseren, maar dat is ook met sesamolie, dus die gaat echt heel snel ingetrokken zijn. Er zit ook wel wat amandelolie in, maar dat is zo ene waar je perfect zo mee in je bed kunt kruipen en dat je toch niet meer vettig bent. Deze gaat wel wat vettiger blijven, maar gaat toch wel heel mooi intrekken in je huid. Maar kunt je wel langer mee strijken. Maar, nu naar de muscle suit terug. Hè. Dus muscle suit, het zegt het al zelf. Verzachten van de spieren, het ontspannen van de spieren. Wat zit hierin? Vitamine E-olie. Dat is een anti-verouderingsolie voor de huid. Er zit amandelolie in. En dan gaan we kijken naar de essentiële oliën. En de eerste die erin zit is de gember. Gember kent iedereen. Essentiële olie daarvan is heel krachtig. Het is niet gelijk als dat je een stukje gember op zou eten. Ja, dat doet niemand. Of in thee zou doen. Maar essentiële olie is echt, we hebben enorm veel gember nodig om daar zo'n flesje gemberolie, essentiële olie van te trekken. Dus dat is super geconcentreerd. Gaat enorm verwarmend werken op de spieren. Gaat ook uw spijsvertering... Ach, er komt een vlieg voorbij, op het, voorbij de camera, is toch grappig. Gaat uw vertering schuur een beetje aanwakkeren. Wat moet ik over gember nog zeggen? Ja, het gaat pijn verlichten. Dus mensen die zitten met pijnlijke spieren... geen ontstekingen, want gember, wat gaat dat doen? Het gaat verwarmen. En een ontsteking is eigenlijk al iets dat warm is. En daar kun je best geen gember op gebruiken. Dus deze niet gebruiken bij ontstekingen in het lichaam. Maar wel bij spierpijnen. Als je heel veel gefietst hebt, heel veel gewandeld hebt. Of in het algemeen gewoon last hebt van je spieren, is gember een super olie. Even mijn document erbij pakken, dat ik niks vergeten ben van de gember. Ja, ook als je bijvoorbeeld een benauwd gevoel hebt, last hebt op je borst, dat je niet goed kunt doorademen, is gember een hele fijne. En het zou ook een tonicum zijn voor het hart, dus het versterkt eigenlijk de hartenergie. Welke zit daar nog in? Zoete marjolein, die is iets minder bekend, denk ik. Wat gaat die doen? Die gaat je doorstroming, je bloedcirculatie versterken. Wat heel fijn is als je gesport hebt. Maar ook als je bijvoorbeeld bedlegerig bent en je hebt, ja, je hebt het gevoel van oh, mijn spieren werken te weinig, dan is een massage met die verwarmende gember en die marjolein supergoed. En de petit gras, de derde olie. De petit gras gaat spanningen zowel uit je systeem halen, uit je lichaam halen, als uit je geest halen. Ja, dat klinkt echt een mooie om waar te zijn, maar het werkt echt ontspannend op het hele systeem. En voor de vrouwen is er ook nog iets fantastisch aan de petit gras, want de PMS, het gaat verlichtend werken op de PMS. Dus een klein druppeltje op de polsen, opsnuiven, de week voor je regels. En het is echt een hele fijne om je te ondersteunen daarin. Eens kijken wat ik daar nog over moet zeggen. Ja, het is uiteraard 100% natuurlijk en veganistisch, maar dat heb ik misschien al gezegd, en met de hand gemaakt in Ierland. Dus je weet wat je koopt, je weet door wie het gemaakt is. Zuiverder dan dit gaat het niet vinden, denk ik. 125 milliliter zit erin. Je doet daar eigenlijk heel lang mee, want zoals je ziet is het een heel handig... zie je het? Ja, een heel handig... kopje. Je kunt het ook toedoen. Dus je kunt het verschuiven, toedoen, zodat je als je het dan in, meeneemt op reis of zo, dop erop en er kan echt niks uit. Dus dat is wel fijn aan deze verpakking. Want het is niks zo hatelijk als de kostbare olie verspillen in je handtas en dan alle andere dingen daar ook nog eens vettig mee maakt. Het kost €29,95. Ik vind dat eigenlijk een supergoeie prijs voor wat je krijgt. Je doet daar heel lang mee. En ik heb eigenlijk nog nooit zo'n product tegengekomen. Ik bedoel, niks van de Yoganda-producten. Je voelt gewoon dat de vrouw, dat Jeanette, die heeft daar 3 jaar op gemediteerd. En je voelt gewoon dat de verhoudingen zo minutieus kloppen, dat alles aan die producten klopt, dat ik echt niet... Ik heb niet het gevoel dat ik dat zelf zou kunnen maken. Maar misschien onderschat ik mezelf. Daar was de uim weer al.
Ja, dus perfect vandaag voor dit druilig weertje. Ik heb keikoude voeten nu, dus ik ga zelfs een badje, een voetbadje klaarmaken met magnesiumvlokken om te ontspannen en om wat energie te geven. En dan een paar druppels musselzoet erin. En als ik mijn voeten ervan uithaal, daarna kan ik die mooi invrijven met die musselzoet. Dan rode sokken. Rode wollen sokken zijn fantastisch als je koude voeten hebt. Het rood staat echt voor warmte, de kleur. Het is echt niks zweverig aan, dat is gewoon van rood krijg je warm. Dus echt wol aan je voeten, dat is echt heerlijk. Zie waar je ze koopt, best in een of andere bioshop. Of anders getint in Leuven is ook super daarvoor. Voor mij is aromatherapie gewoon een manier om in deze wereld te overleven. Wat dat begon als een onschuldige hobby is nu een beetje een obsessie geworden. Eigenlijk overal als ik ergens iemand hoor met een probleem, dan denk ik direct, ah, die olie zou iets kunnen veranderen. Ook bij kinderen is dat fantastisch. Je kunt niet alles bij kinderen gebruiken, maar kinderen weten heel goed wat ze willen. Je laat iets ruiken en een kind zegt, oh, dat is lekker. Die gaat dat perfect weten. Als je twijfelt over een bepaalde etherische olie, dan mocht je me altijd een berichtje sturen. Maar op internet vind je ook wel heel veel, maar die bronnen zijn niet altijd zo betrouwbaar. Er kwam weer een ui. De andere twee olies ga ik op een ander moment bespreken. Een relax is voor 's avonds, om te ontspannen, of als je gewoon heel veel stress hebt. En detox is het meest gevorderd hier, maar je ziet het niet met het donker flesje. En dat is voor in een reinigingskuur of bij als je vermagerd bent om je huid terug te verstevigen, om de afvalstoffen te helpen afvoeren. En die ruikt fantastisch, maar ze ruiken alle drie eigenlijk fantastisch op hun manier. Niet zoals je verwacht, want de relaxer zit bijvoorbeeld lavendel in en iedereen denkt dan, oh nee, ik ga naar lavendel ruiken. Maar dat is absoluut niet het geval. Voilà, ik denk dat ik alles gezegd heb over de muscle suit. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ik hoop dat jullie mij snappen ondertussen. Maar je kunt natuurlijk niet ruiken. Hè. Ik ga eens proberen dat jullie het misschien toch een beetje kunnen ruiken. Het is zo'n warm aroma. Een beetje heel aards voelt het ook aan. Heel koesterend. Zo een gezellig knuffelend bij iemand met dikke borsten. Dat mag ik allemaal niet zeggen op de televisie, maar goed. Dus dat je zo echt je tegen een boezem kunt aandrukken. Zo voelt het. En dat vind ik wel fijn. Bedankt alleszins om te kijken naar dit filmpje. En bestel hem, hè. En dan kun je zelf ruiken. Dag!